Voor mij is een duurzame stad een stad zonder armoede. En daar bedoel ik mee dat we in de stad niet alleen kijken naar een bouwopgave, dus dat we bouwen voor de minder draagkrachtige, sociale woningbouw, maar dat we ook echt naar kijken naar de voorzieningen in de stad en dan de maatschappelijke voorzieningen en dat we daar ook waarde aan toekennen, zodat iedereen mee kan doen, maar ook iedereen bijdraagt aan de ontwikkeling van de stad.